kijken naar een nieuwe voetbalfits. We zijn vandaag met een zaaltje vol mensen en een tafel van het basisteam, zoals we het noemen. De mensen die eigenlijk vanaf het begin al bij voetbalfits zitten. Stan, waar heb je al die tijd gezeten? Ja, school. Druk gehad. Ja. En wat doe je? Momenteel 5 HAVO. Dus examenjaartje. Dus, ja, dat is druk. Ja. Johan, ja, waar heb jij al die tijd gezeten? Ja, druk bezig met mijn eigen bedrijf. Ja? En feestjes en zo. Wat voor bedrijf heb je dan? Mediabedrijf. Ah. Dus websites ontwikkelen, logo's, flyers. Mensen, als jullie een website nodig hebben, moeten jullie bij Johan zijn. Ja. 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 Leuk, Daan is er altijd al. Dus leuk dat jij er ook bent. Goeie. We hebben vandaag gekozen voor een tafel met wat oudere gasten zoals jullie. En wij hebben dan de jonkies maar achter de desk gezet. Nog een applaus voor hun. Ik weet niet of zij vandaag enige inbreng hebben, want we hebben een best wel pittig thema met onze gast van vanavond. Allereerst zegt hij, ja, je moet niet zo tikken tegen, met je voeten tegen dat ding, want daar zit een microfoon. Doe ik dat? Ja, dat doe je een beetje. Pardon, dat maakt niet uit. Pardon. Ja, stel je even voor. Ik ben Pel van Attem, ik werk bij de GGD voor Cocoon in Katwijk en ik ben gezondheidsbevorderaar. En omdat Gezondheidsbevorderaar. Wat houdt dat in? Ik werk in het voortgezet onderwijs, gastlessen voor leerlingen, docenten, scholen, ouderavonden, dat soort dingen. En eigenlijk over al die dingen die zij waarschijnlijk erg leuk vinden, drank, drugs en dat soort daar komen we handel. Straks denk ik op. Ja. Wij hebben hier vandaag eindelijk eens een keer publiek van een wat hogere leeftijd, een jaartje of 16, 17 denk ik. Ja, Rijnsburgse boys, JO 17-4. Ik heb het onthouden. Wat brengt jullie hier? Oh, drie. Ja, ze zijn er vier. Oké, drie. Sorry. Wat brengt jullie hier? Ja, hier is. Mijn moeder die heeft gevraagd of het team hier wilde komen voor het thema. Ja, drank en druk. Nou, nice. Leuk. Ik hoop dat we dan een leuk gesprek erover hebben. Maar allereerst gaan we even kijken naar, ik denk dat op mijn scherm straks achter staat. Er is zaterdag iets gebeurd bij Rijnsburgse Boys. Kunnen we hem zien? Kijk. Ik heb het al gezien. Rustpintje, een pak. Weet iemand wat hier gebeurd is? Ja. Ja? Oh, ben jij het? Ja! Vince, de jongste. Ja, hij is de jongste, de kleinste en hij schreeuwt het hardst. Ja. Even hard praten, zodat iedereen hoort. Ik was hier niet bij, ja? maar ik heb het wel gezien. Stiekem wel, was iemand van ja. Nee. Maar ik heb het op Insta gezien. Waar komt het vandaan? Weet je de achtergrond hiervan? Nee, het enige wat ik heb gehoord is dat het van de HKR kwam. De HKR. En weet iemand ook waarom ze gedaan hebben? Nou, omdat je tegenwoordig geen vuurwerk en zo meer mag afsteken van de KNVB. Ja? Nee, nou dit als leuke actie. Wat heb je liever? Ja, dus elke week. Pel, moet ik hier iets over zeggen? Ja, zeg jij er wat over. Ja, jammer dat ik er niet bij was. precies. Hey, en wat anders. Ze hebben ook het wedstrijd ervoor stilgelegd. Nee, dat was omdat er confetti op het veld kwam. Oh. Moest opgeruimd worden. Oh, dat was niet door haar? Nee. Oh, dus de dagbladen die maken er maar wat van. Ja, die zijn niet zo slim. Was dit echt programma? Was dit de bedoeling? Of, Ja, het was wel niet gecommuniceerd met de club, maar de HKR zelf wist er wel van. Is dus ook ingehuurd. Zal ze gekost hebben? 170, 180 euro. Per? Per wedstrijd. Per heupeltje. Nou, ik ben benieuwd de volgende keer ook zien. Is het een beetje jouw type, Johan? Niet echt. Nee. Daan, jij bent de jongste. Ik mag hier niks over zeggen. Waarom? Oké, dan houden we het dan bij. Hij mag uit. Ja, we hebben er genoeg gezien. Marnix vindt het geil. Marnix is de man die hier de instartjes maakt. Aaron, je bent er ook weer een keer. Dat was vorige week ook. Ja, dat hebben we gemerkt. Maar je bent vandaag een stuk rustiger. Ja, ik ook niks meer te zeggen. Oh, oké. Mooi. Ik ga het even wat anders hebben. Lekker rustig. Het schijnt dat het deurbeleid in de champ veranderd is. Heb je dat ook gehoord al, Johan? Ja, dat heb ik gehoord. Hoe is het normaal daar? Nou, volgens mij was het 16, 17 eerst. Als je een beetje vroeg kwam, kon je er sowieso in. Mm-hmm. Maar op zich vind ik het wel prima dat het nu zo is. Want, maar er komt niemand meer nu? Nou, vorige week was ik er nog. Het was druk, maar het is pas gebeurd natuurlijk. Ja.
Maar toen waren er gewoon, laten we zeggen, 14, 15-jarigen die me er rond te huppelen. Die waren tikkertje aan het doen. En dat, ja, serieus. En toen stond ik daar met een maat van me gewoon een biertje te doen. En wij dachten echt van, ja, we gaan wel naar huis, want dit is gewoon niet leuk meer. Ja, dan, dus op zich is het wel prima dat de grens wat hoger ligt. Ja, in Katwijk hebben ze al een hele tijd gewoon het beleid gewoon 18 plus. En in Noordwijk hadden ze het ook 18 min gedaan, maar dan met zo'n... Zijn vinger moest in een potje. Heb je dat mee? Ja, ja, klopt. Je moest je vinger in een potje doen als je geen 18 was. En dan ligt dat op bij de bar. Maar het is kansloos, want je laat je hand achter de bar en je hebt gewoon... Ze checken het voor de rest niet. Maar het is nou 18 geworden of zo voor iedereen. Ja. Het was niet te controleren meer. Nee. Maar ik geloof me, zelfs nu komt de rest er ook gewoon nog in. Dat gaat niks. Dat is misschien 2 weken. Dat was eerst ook. Het is al een keer gebeurd, maar dat heeft, het haalt niks uit. Net als ik zeg, vorige week stonden er ook 14, 15-jarigen gewoon rond te huppelen. Dus ja, ik heb een foto gekregen op mijn app, moet je eens kijken. En er was een ventje, ik denk net zo klein als Aaron. En nou, ik denk gewoon als die jongens achter de desk. En we stonden gewoon in de champ. Ja, dat bedoel ik. Ja, wij stonden echt zo. We waren eerst al een uur bezig met jassen ophangen. Ja. Nou, op zich als het prima, weet je, als het druk is. Maar daarna stonden we aan de bar en stonden gewoon, ja, mensen waren echt tikkertje aan het doen. Ja, dan is het wel echt klaar. Gaan jullie vaak in de champ? Of iets anders? Jaapie. Jaapie? Nee. Echt niet? Een andere tent of zo? Ik ook hier. Maar waar ga jij naartoe? Naar de champ. Heb je, was je afgelopen weekend ook? Nee, ik kwam er niet in. Oh, heb je het meegemaakt? Ja. Je kwam er ook echt niet in? Nou, zo. Waarom doet iemand dat van de champ eigenlijk? Nou, door de gemeente. Omdat hij het moet van de gemeente? Ja, van de gemeente. Nee, dat moet hij niet. Maar dan kiest hij om dat te doen. Nee, je moet. Wel, het is vanaf 18 jaar. Ja, maar het is wel raar, want vorige week stond ik daar ook. En dan was het gewoon echt gewoon onwijs jonge mensen liepen daar. Ja. Dan kan je nog vertellen dat die 18 waren. Maar wat zeg je mee? Hij heeft wel moeilijkheden met de gemeente. Maar dat komt omdat ze dan dronken de champ uitkomen rollen. En dan rommel veroorzaken. Dat is zijn probleem. Want het wil niet zeggen dat ze er niet in mogen. Ze mogen er wel in. Maar jij hebt iets helemaal binnen onder de 18. Dan kan je natuurlijk nooit meer controleren of iemand drinkt of niet. En dat is wat niet mag. Ja, weet jij van het convenant in Katwijk wat er gesloten is? Ja, toen. Ja. Die is te geld nog steeds. Ja. Kun je wat over vertellen over het convenant? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de wettelijke grens van 18 jaar. En de horeca heeft gezegd, daar gaan we ons aan houden. Ja, ze lopen best een groot risico als de 16, 17-jarige buiten de deur houdt. Want het is natuurlijk ook geld. Die mensen zitten daar om geld te verdienen. Ja. Ik vind het wel heel netjes van die horecaondernemers. Ja, niet iedereen hier zal er blij mee zijn. Dat ze dan ook geen geld aan die alcohol willen verdienen. Ja. Want het is ook uitgezocht, hè, van wordt er verkocht aan onder de 18. En de horeca in Katwijk is eigenlijk veel netter dan de horeca elders in Nederland. Dus die houden zich daar goed aan. Ja, of het leuk is voor jullie, dat vraag ik me af. Ja, ik hoor altijd van, ja, Katwijk is stom, want daar mag je niet als je 18 bent en onder de 18 wel. Ja. Maar het klinkt heel netjes eigenlijk. Ik dacht, iedereen zie je, die gaat naar de champ. Maar wat doen jullie dan het weekend? Zuipen bij je vriendjes thuis. Gamen hoor ik. Meer? Ja, ik wordt gedronken, kom op. Ja, ik ga gewoon uit in Den Haag, Rotterdam. Ja, ik ben wat ouder dan natuurlijk, omdat ik de trainer ben. En ik kan gewoon overal naartoe. Ja, precies. Nee, ik hoor vaak dat jongeren zich vervelen onder de 18 als ze naar ze toe kunnen. Ja. Johan, ik had even een paar dingetjes. Jij hebt een kantoor hier. Ja, klopt. Ja, lekker bordje. 2. En deze zit nog wat in. Ja. Hoe lang doe je hierover? Ik weet echt weten, hè? Deze heeft, de eerste die heeft wat langer meegedaan. Ik denk 2 tot 3 weekjes. Ja. En dan met een groepje van 5, 6 man, denk ik. En die heeft een weekje overleefd. Laten we zeggen, iets langer. En wanneer is deze gekocht? En die is zaterdag gekocht en zaterdag gebruikt. Dus hoeveel zit daarin? 3 liter. Dus 1,5 liter eruit. Met hoeveel mensen? We waren met z'n zessen, waarvan er zeker 3 bier hebben gedronken. Dus met 3, 4 man, denk ik, of zo. Ja, ik hoor een gezicht hier aan. Je bent ook nog eens gestopt met voetbal. Ook dat. Ai, ai, ai. Ik ga toch even naar de jongerenpanel. Wie ziet zichzelf dit ook doen over een tijdje? Ja, dan zegt er iemand. Ik ben benieuwd wat jullie gaan zeggen. Ik weet het niet. Je weet het niet? Ik denk wel dat ik gewoon ga drinken, maar... Ja, wat is gewoon drinken? Hoe moet ik dat nu nog zeggen dan? Ja, dat klopt, hebben we gelijk in. Wat is gewoon drinken? Wat is gewoon drinken? Ja, biertje of zo.
Biertje of zo. Ja. Biertje of zo. Biertje of zo. Ik zag Aaron zijn hand opsteken. Hé, hey, je mag wat zeggen, Aaron. Ja. Ja. Zeg het. Ja. Wat wou je zeggen? Ja. Hier stak je vinger op. Hij zegt toch ja? Oh, oh ja, ja. Oh, oh ja. Oh, ja, ja, hij gaat suipen. Nou, mooi. Paul, ja. Jij, we hebben jou uitgenodigd eigenlijk om het gesprek hier erover te hebben. Drugs, ja. Drank, alcohol. En ik zou natuurlijk daar een voorsprong in moeten geven. Ik dacht van, ik laat het gewoon vrij. Ga je gang. Ik mag zeggen wat ik wil. Je mag zeggen wat je wil. Je mag vragen. Ook als ik eruit gejaagd word. Ja. Nee, maar mijn vraag aan jou is, wat vind jij zo leuk aan veel drinken? Ik drink ook, maar drinken, nou, veel, ja, drinken. Veel, ja, ik weet niet... Veel, ik weet niet. Het is niet dat ik strontland de tent uit ga daarna, hoor. Dat valt echt wel mee. Maar dat komt omdat je goed getraind hebt. Of niet? Ja, goed getraind, ja. Nee, ik weet niet. We beginnen meestal rond een uurtje of acht en dan gaan we 4 uur weg of zo. Dus er zit wel een aardig tijdje in. En maar, hoeveel glazen heb je dan op, denk je? Denk ik, valt denk ik wel mee. 4, 5. Over de hele avond. Oh, ik dacht al naast een... Nee, maar wat mij verbaast, hè, daar ga ik niet op jouw antwoord in, maar is... Dat mag, weet je, ik vind 2 bier lekker. Ja, ja, ja. Dan durf ik bijvoorbeeld te dansen, wat ik anders niet durf, dus ik snap al wat er ook gezellig aan is. Mm-hmm. Maar met 2 bier ben ik dan wel klaar, tot een paar uur later, als het bier uitgewerkt is, snap je? Ja, wat, ja, ja. Wat ik niet begrijp is dat mensen het altijd hebben over veel drinken. Waarom moet je het nou hebben over veel drinken? Ik hoef niet per se veel te drinken, ik doe het gewoon totdat ik klaar mee ben, dat het niet chill meer is en dan vind ik het wel prima. Ja, maar kijk, het gaat mij niet om per se... Hoe meer je drinkt, hoe meer je kunt drinken voordat het niet chill meer is. Dat is een beetje met alcohol. Kijk, nu mag je 7 dagen per week drinken, zeggen ze van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ah, ja, ja, ja. Vroeger was dat 5 en dan 2 dagen niet. In feite 2 dagen afkicken, zodat je weer meer plezier van je bier had. Ja, precies. Ja, precies. Ik had ze beter tegenover elkaar kunnen zetten, volgens mij, want ik heb een hele stille linkerkant. Nee, maar hij heeft het over drinken, dus ik praat tegen hem. Ja, dat is ook het thema dus. Ja, dat is het thema. Daar ook over hebben ook. Stan, en jullie dan? Ja. Ja, drink jij een beetje, hoeveel drink jij? Nou ja, niet echt heel veel of zo, maar af en toe wat, maar niet extreem. Dit vind ik nou opvallend, hè? Voilà. Niet veel. Hoeveel is niet veel? Noemen ze een aantal glazen. Mensen zeggen altijd dat. Ja, het valt bij mij wel mee. Het is toch? Ja. 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 Ja, ja. En als het gezelliger is, dan drink je meer. Nou ja. Of het wordt dan gezellig. Ja. Ik ben niet van de politie of zo. Hè. Nee. Nog niet. Ja, het is iedere keer verschillend. Wat? Dus ja, het is toch iedere keer gewoon verschillend. Ja. Nee, maar kijk, ene keer heb je toch, niet veel kan 2 zijn, maar het kan voor jou ook, kan het ook 12 zijn, snap je? Dus de antwoorden van, ik drink niet zoveel, het valt wel mee, dan, ik weet nooit over hoeveel het gaat. Punt is natuurlijk met die alcohol, ieder glaasje is giftig, net als bij medicijnen. En bij 2 zal je geen schade oplopen en bij 12 wel. Dus als jij zegt niet veel, weet ik niks. Drink je zelf? Maar wat is dan veel voor u? Wat dan zouden toch dat... Voor mij, ja, op een avond. Ja, ik word ook ouder, ik kan er slechter tegen. Dus als ik 5 kasteelbieren op heb, dan ben ik wel klaar. Dan is mijn antwoord ook, dat is een antwoord op mijn vraag ook geweest. Ja. Dus, je drinkt wel zelf ook. Ja. Maar ik zit hier niet om Nederland droog te leggen. Nee, duidelijk. Nee, dan word ik eruit gejaagd. Kom op. En Johan stelde ook meteen een 2e vraag. Wat is je 2e vraag dan? Want zo, de vraag wat jij daar stelde was mijn vraag daarna dan geweest. Dus eigenlijk voelde elkaar heel goed. Ja, oké. Okay. Ja. Daan, jij kan nog niet zo heel erg over meepraten. Nou. Oh! Nee. Heb je al eens een keer wat geprobeerd? Nee. Nee? Oké, okay, ja. Dat moet hij zeggen, anders word ik gepakt thuis. Nee, maar hoe oud ben jij dan? 13. Oh, dat had ik even niet gedacht. Nee, ja, hij is echt ontzettend lang. Is normaal. Ja. Hé, Aaron zal gaan zitten, die denkt ook van, het is niet echt mijn onderwerp dit. Maakt niet uit. Mooi decor. Ik stap nog wel eens hier in Katwijk. En best wel vaak. En ik zie mooie pakjes, witte pakjes vaak voorbij komen in toiletten. Hoor je daar vaak dingen over? Cocaïne. Cocaïne, ja. Ja, jullie zijn toch van Rijnsburgse boys, of niet? Ja. Echt een lang geleden, voor jullie 100 jaar of zo. Toen waren er echt een stel... ouder dan jullie, tussen 18 en 22 opgepakt. Die hadden ergens de boel kort en klein geslagen. En dat was onder invloed van bier en cocaïne. Bier en cocaïne is echt de ontremmer voor agressie. Dus
Wat maakt het dat het... Nou ja, bier is ontremmend. Hè. Je durft bijvoorbeeld te dansen, je schaamt je minder. En cocaïne is echt een oppepdruk. Dus die twee gaan dan samen. Ja. Dus als je nou mot in de keet wil hebben, dan is bier en cocaïne echt een geweldige combinatie. Klinkt als een nummer 1 hit. Ja, het klinkt als advertentie, dat ben ik me wel bewust, maar dat is niet de bedoeling. Hé, hey, maar Rijnsburgse Boys en in de voetbal, hoor je vaak dingen over drugs? Nou, niet over een bepaalde vereniging, dat was toen waar het, maar dat zou van iedere vereniging kunnen zijn. Ja, ik hoor wel dat onder die oudere supportersgroepen, weet je, die meereizen naar uitwedstrijden, dat wel bier en cocaïne... Gewoon dat is echt cocaïne? Nou, samen. Qua drugs, nee, qua drugs, maar ook andere soorten drugs? Ja, ook wel speed. Maar kijk, als je naar een uitwedstrijd gaat en dan neem je geen ecstasy. Dat is meer iets voor een party of zo. Ja. Dat je iedereen lief vindt. Ja, dit klinkt ook weer als een reclame. Ik moet eigenlijk geen reclame. Nee, maar ik wilde geen reclame. Nee, maar bij sport zie je vaak bier en cocaïne of bier of cocaïne. Een van de twee. Precies. Ik kom zelf vaak in de Kuip en dan staan ze ook... naast me. Ja, ik word daar heel ongemakkelijk van, want ik denk, zometeen wordt het hier herrie. Ja, precies. Hebben jullie wel eens een keer zo'n situatie meegemaakt met mensen die cocaïne hebben gesnoven? Nee, niet echt eigenlijk. Jij, Stan? Nee hoor. Misschien in de champ, maar dat je dat dan af en toe even denkt van, wat weet je wel, maar niet heel dichtbij, laat maar zeggen. Ja. En mensen die in de zaal toevallig? Verhalen, voorbeelden? Goh, wat allemaal voorbeeldig. En dan komen jullie allemaal in normale omgevingen dan, joh. Zijn ze hierop uitgezocht? Alleen als ze niks gebruiken, mogen ze... Ja, echt. Ik geloof er niks van. Nou ja, ik geloof het op zich wel. Alleen het is... ik zie in Katwijk inderdaad met een uitgaansgelegenheden zie ik wel maar regelmatig wat... Toch wel iets ouder dan zij zijn. Ja, ze hebben het over twintigers. Ja. Ja. En vooral mensen in de bouw en in de visserij. Ja, maar als je bijvoorbeeld rondom het voetbal kijkt, zijn het ook dertigers met hele goede banen. Waarvan je zou denken, ja, die hebben dat wel gehad, die herrie. Maar, ja. Denk jij dat het de komende tijd minder wordt onder jongeren? Of wel, kijk, we hebben een nieuwe generatie jongeren. Als zij straks dan de twintigers worden, dertigers een baan krijgen. Denk jij dat het gaat toenemen? Of denk je, net over Katwijk, hè? Denk je dat het gaat toenemen of dat het juist minder gaat worden? Ik denk en ik hoop dat het minder gaat worden. Volgens mij... nu jongeren zijn veel meer druk met gamen en schermpjes. Mm-hmm. Wat weer andere risico's heeft. Ja. Maar Dat is een ander onderwerp. Ja, ik nodig mezelf nu al uit. Ja, precies. Zo opschrijven. Nee, daar gaat het niet om. Maar ik denk echt dat je dat ziet gebeuren. Dat er veel meer tijd aan social media en gamen. En minder aan middelen. Dus minder aan roken en drinken. En als ze minder beginnen te roken en drinken. Ja. Dan komen die drugs er ook minder achteraan. Ja, precies. Ja. Nou, hebben mensen aan tafel hier nog vragen voor Pel? Iemand aan de zijkant vragen voor Pel? Nee, ja, het is een belangrijke. Geen moeilijke vraag, hè? Kom even niet voor. Het is voor mij een moeilijk onderwerp. Misschien iemand in de zaal. Nou, weet je, ik heb wel een vraag aan hen. Want ik ben dat ook wel eens bij een voetbalvereniging geweest waar ze echt zeiden dat oudere gasten ook gewoon langs de lijn staan te snuiven. Zien jullie dat ook wel eens of niet? Echt niet jullie vriendjes, maar... Dat zien je. Ja? Ja, dat zien. Niet per se snijden, maar wel dat ze bij zich hadden. Gewoon langs de lijn. En ook gebruiken tijdens de wedstrijd kijken. Ja. En merk je daar dan wat van, of niet? Nou, ze zijn een beetje agressief wel. Ja. Ja, ik heb me daarover verbaasd. Ik heb dat ook een keer gehoord. En dat er onder de trainers... Je hebt natuurlijk jonge trainers. Hoe oud ben jij? Ik ben 19. En je hebt natuurlijk ook hele bejaarde trainers. Zoiets als... en dat die oudere trainers die hadden daar echt, die zagen dat en eigenlijk al die trainers wisten ze, maar ze gingen er onder elkaar ook niet over praten, dat dit soort gasten langs de lijn staan, en als ze alleen maar langs de lijn staan is het nog niet zo'n probleem, maar als ze natuurlijk echt vervelend worden, dan ben je als vereniging niet blij mee of zo. Oh. Wordt daarover gepraat onder de trainers of helemaal niet? Nou, over de drugs hoor, heb ik nog nooit dat gehoord of zo, maar nee. Alcohol dan wel, dat bijvoorbeeld voor hun dat ze dat niet mogen en dat als dat wel gebeurt, ja, dat ze dan misschien niet meer mogen spelen, dat ze geschorst worden om zo dan te zeggen van de vereniging.
Zijn dat echt dat soort regels? Zijn dat ja, of we krijgen een boete. Ja, dat is dan meer omdat ik dat dan zelf in de kleedkamer heb gedaan. Hun doen dat gelukkig niet. En nou, ja, wij hebben dan toen met mijn eigen elftal wel gehoord van dat het echt niet mocht. Als wij 18 waren, dan, dat het dan wel allemaal wel oké was. Maar, wat? Waren, krat je in de kleedkamer? Ja, we hadden dan, ja, waren dan 17. Net zo, ik was dan even ouder. En het was dan net veranderd van 16 naar 18. Oh, ja. Ja, en ja, dan hadden wij dan... een kratje in de kleedkamer. Een kratje in de kleedkamer. Dat gebeurt nu echt niet meer? Nou ja, het gebeurt nog steeds wel. Maar wel veel minder dan als ze nog geen 18 zijn. Ja. Er wordt wel op gecontroleerd. Ja. Als ze bijvoorbeeld die gasten zo de kleedkamer inlopen en ze lopen al met een krat bier in de hand. Dan wordt er wel gelijk gezegd van, wat gaan jullie doen met de krat bier? Want ze lopen natuurlijk langs het secretariaat. Van, ja, ja, ja. En je wordt gelijk uitgehaald, om het zo te zeggen. Dat doet de vereniging allemaal zelf. Ja. Het zijn nieuwe tijden, ja, joh. Pel. Ja, joh. Echt nieuwe tijden. Hey, ik wil als we langzaam gaan afsluiten. Ik ben wel benieuwd van, jij zei dat je bij een platform Cocon zit. Ja. Wat is jouw taak en wat is jullie taak als platform Cocon dan? Nou, in het algemeen tegengaan van verslaving. Dus zowel genezen als voorkomen. En ik zit op voorkomen. Uh-huh. Hoe en kan je zoiets voorkomen? Nou, kijk, voor jullie leeftijd geldt dat niet meer. Maar voor gasten die wat jonger zijn, is het eigenlijk het meest belangrijke dat hun ouders gewoon opletten. Ja. En regels stellen. Ja, en bij jullie komt het toch meer op de zelfdiscipline aan. Kijk, als je eronder uit wil, kom je eronder uit natuurlijk. Ja. Maar hoe jonger je begint, hoe meer risico. Kijk, het moet gewoon leuk zijn, hè? Bier drinken moet leuk zijn. Moet bijdragen aan leuk zijn. Hoe jonger je begint, hoe meer je gaat drinken en hoe minder leuk het uiteindelijk wordt. Dus dat allemaal later start, daar ben ik heel blij mee. Ja, jullie lijken... Nou, jullie hebben een hele strenge trainer, heb ik begrepen. Ja, anders zitten ze hier niet. Afke, hebben wij nog een medaille van Cocon voor deze trainer, of niet? Ja, gaan we even bedenken. Is hij streng? Nee. Is hij een goede trainer? Nee. Oh. Ja, vorig jaar gaf ik jullie ook training en ik snap dan niet waarom ik dan weer op ben gebeld van of ik dit jaar dan toch ook nog een wilde geven. Hou niemand anders. Dat bouwt niemand anders. Maar hoe gaat het met de wedstrijden? Winnen jullie? Oh, verloren? Alles verloren ongeveer. Afgelopen zaterdag hoeveel? Nee, gewonnen. Niet gespeeld. Wat was de ergste training? Eentje gewonnen. Wat was de ergste? De ergste was 6-2. Nee, 6-0. 6-0 geworden, dat was het ergste. Oké. Hey, mensen, het was een hele ander soort voetbalpits. Het was best wel een stille tafel, maar er komt gewoon, ja, Pel, jij gewoon heel veel te vertellen. En wij luisteren gewoon allemaal naar jou vandaag. Dat is mijn schuld als ze stil geweest zijn. Ja. Ja, ja, Daan zegt ja. Als Daan... Hey, sorry, excuus. Dit is Daan, en Daan is gewoon ja of nee, en dat is het gewoon zo. Oké. Okay. Nee, oh, oké. Okay. Ik sluit hierbij af. Ik hoop dat de kijkers het ook interessant vonden om het te zien. Wij zien jullie de volgende keer bij een voetbalfits. Bedankt Pel. Graag gedaan. Bedankt iedereen. Bedankt voor het komen, Rijnsbosse Boys. En tot de volgende voetbalfits. Ik hoor het bijna podcasten.